Een grote helikopter cirkelde woensdagmiddag enige tijd boven de Waal bij Nijmegen. In de Waalhaven bij energiebedrijf Engie waren verschillende bewapende mannen aanwezig. Het bleek te gaan om een oefening die werd gehouden door de politie in samenwerking met het Korps Mariniers. Beide partijen deden praktijkervaring op met het doen van grootschalige arrestaties. Een oefening dus.